Nieuwe Nationale Geneesmiddelen Klappercommissie geïnstalleerd. Op het ministerie van Volksgezondheid werd de Nationale Geneesmiddelen Klapper NGK Commissie geïnstalleerd. De installatie werd door de onderdirecteur van het ministerie, Robert Mohamed, verricht. Dit vond plaats op vrijdag 6 september op het ministerie van Volksgezondheid. De eerste lijst van essentiële geneesmiddelen, namelijk de Nationale Geneesmiddelen Klapper, in Suriname werd in 1985 gemaakt. Die lijst werd sindsdien continu aangepast door de NGK-commissie, welke rationeel geneesmiddelengebruik als hoger doel heeft. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.